bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we het weer lekker betaalbaar houden. Want ik heb vandaag een betaalbare make-up tutorial voor jullie. De wasmachine staat hier aan. Hij moet nog 17 minuten. Dus ik hoop dat jullie hem niet te veel horen. Want ik wil hem niet stoppen. Want hij is bijna klaar. En ik moest er nu echt beginnen met mijn video. Anders zou ik het niet meer halen. Dus hopelijk hebben jullie niet te veel last van de wasmachine. Hij is bijna klaar, jongens. In ieder geval, vandaag ga ik dus een hele volledige leuke make-up look maken. Met allemaal betaalbare make-up. En ook allemaal betaalbare make-up producten die ik persoonlijk goed vind. Dus dan weet je ook gelijk wat je allemaal kunt gaan halen. En het wordt vandaag weer een leuke kleurrijke look. Ik heb ook echt weer zin om dat te maken. Ik heb echt weer zin om een leuke heftige ooglook te maken. Dus ik maak de intro niet te lang. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Daar help je mij enorm mee. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, ik ga beginnen met mijn ogen. Want het wordt weer een heftige ooglook. Voor de mensen die zich afvragen waarom ik bijna altijd begin met de ogen. En dat is dus omdat ik altijd best wel heftige ooglooks maak. En dan af en toe het kan zijn dat er oogschaduw valt op mijn gezicht. En als ik mijn gezichtsmake-up dan al heb gedaan, dan kan ik het er niet meer makkelijk afhalen. Dus vandaar dat ik vaak begin met mijn ogen. Het paletje die ik vandaag ga gebruiken is van NYX Cosmetics, de Ultimate Bright Palette. Met allemaal kleurrijke kleurtjes. Deze cameralens wil gewoon niet focussen. Zo irritant. Nou, dit is dus het paletje. Het zijn voornamelijk matte kleuren. Volgens mij echt lijkt bijna allemaal. Een paar zijn glanzend, zoals deze en deze. Maar die glans is ook echt minimaal. Dus in mijn optiek is dit gewoon echt een matte palet. Ook al is hij dat officieel niet. Zoals je kunt zien heeft hij echt super super veel kleurtjes. Dat vind ik heel erg fijn. Vooral als ik een ooglook maak. En NYX is redelijk betaalbaar. Niet super super goedkoop. Het zijn geen Estée Catrice prijzen. Dit paletje is volgens mij iets rond de 18 euro of zo. Is niet super goedkoop. Maar nog wel enigszins betaalbaar. Dus hiermee ga ik even de look maken. Het wordt een heftige look. Maar ook wel een vrij makkelijke look. Dus dat gaan we doen. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Wat vinden we by the way van mijn wenkbrauw? Voor de mensen die video hebben gemist. Ik heb brow lamination laten doen. Wat inhoudt dat ik mijn wenkbrauwhaartjes zo helemaal omhoog heb gezet. En nou heb ik ze alleen maar een beetje ingevuld met een wenkbrauwpotlood. Ik heb ze ook niet strak gemaakt met concealer, niks. Ik wilde een beetje gaan voor de natural effect. En ik vind het wel leuk. Ze lijken nou veel meer natuurlijk en zo. Maar goed, ik ga mijn ogen primen met mijn P. Louise Base in de kleur 01. Dit is ook een hele fijne en ook een hele betaalbare oogschaduw primer. Slechts iets van 10 euro of zo. Ik ga beginnen met deze felroze kleur. En die kleur breng ik zo aan in de binnenste ooghoek. Ik ga drie kleuren naast elkaar doen en dan maak ik een soort van smoky eye. Dus dit wordt de eerste kleur en die breng ik alleen maar hier zo aan in het begin. Ik gebruik hiervoor een fluffy kwast van Zoeva, kwast nummer 227. Dan pak ik deze paarse, een beetje pastelachtige kleur. En die breng ik dan ernaast aan, hier zo in het midden. Ik hoop dat die genoeg kleur afgeeft, want dit is een beetje een pastelkleur. Terwijl die andere roze kleur echt een felle kleur was. Dus hiervan breng ik een beetje extra aan. Ja, dit lukt zo wel. En als laatste kleur breng ik deze beetje aqua kleur aan. Een beetje een mix van blauw en groen. En dit wordt dan de laatste kleur zo in de hoek. En deze smoke ik ook zo uit naar buiten. Oké, nu zitten alle kleuren goed. Nou ga ik alles blenden bij de randen. Dan pak ik deze witte matte NYX Liquid Eyeliner. En nu ga ik het een beetje creatief maken. En ik ga een soort van cut crease line zo maken met deze witte liner. En ik hoop dat dit gaat lukken, want dit moet in één keer goed gaan. Dus ik hou mijn adem in. Oké, nou dat is gelukt. Super apart, maar I like it. Maar ik wil het nog aparter maken, want ik wil van de witte lijn een glitterlijn maken. Daarvoor gebruik ik mijn Liquid Eyeshadow van Be Creative Makeup. Dit is zo'n witte glitter in de kleur 001 Gleam. En hiermee ga ik nog even over die witte lijn. Oké, ik weet niet of het echt heel goed opvalt op beeld, maar hier heb ik nou die hele glitterlijn gedaan. En hier niet. Het is heel subtiel, maar vooral in het echt kan ik het wel goed zien. Maar op beeld door alle lichten wordt de glitter een beetje weggevaagd. Maar het is wel echt heel mooi. Ik vind het echt een stuk beter dan gewoon die matte kant. Het geeft toch een extra soort van pop en I like it. Als mascara gebruik ik deze mascara van Kiko. Deze is echt insane. Echt supergoed. Helaas is hij maar limited edition, dus hij gaat weg. Dat is wel jammer, maar dit is echt een goede mascara. Als je hem nog kunt vinden, raad ik hem zeker aan. Ook gewoon lekker betaalbaar. I love it. Lekker veel volume ook. En als nep wimpers gebruik ik deze van de Primark in de stijl 747. Mijn meest gebruikte wimpers. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer met mijn mooie draagbare ooglook.
Ik ga mijn gezicht primen. Ik gebruik hiervoor mijn Milani Rose Primer. Echt een hele, hele fijne primer. Die ook echt super goed hydrateert. En dat vind ik er zo fijn aan. Als foundation gebruik ik mijn True Match Foundation van L'Oreal. Super, super fijne foundation. Welke kleur heb ik? De dop is kwijt. Ik ben gewoon de dop kwijt, jongens. Volgens mij stond de kleur op de dop. Wat een gezeik. Volgens mij is het 4D/4W, maar ik zet sowieso de kleur beneden in de beschrijving. En ik breng het aan met mijn NYX Cosmetics spons die ik altijd gebruik. Ik heb alles ondergeknoeid. Lekker dan. Goed bezig, Sarah. En als concealer, een van mijn old school favoriete concealers is de Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 015 Honey. Nog steeds gewoon echt een van de beste concealers. Echt die 2 euro waard of hoeveel die ook is. Volgens mij is die slechts 2 of 3 euro of zo. Maar echt een super goede concealer die ook heel goed dekt. I love it. En als goede betaalbare poeder gebruik ik deze van Essence, de My Skin Perfecto Poeder in de kleur 10 Light. Super fijne poeder, echt Essence. Ik heb van Essence nog nooit een losse poeder gehad die ik goed vond, maar deze poeder is gewoon oprecht echt goed. Ik had eerst de kleur nummer 20 volgens mij, maar die was echt te donker. Pak echt gewoon de kleur Light, want ja, anders is het helemaal geel onder je ogen. En dat wil je niet, behalve als je echt een donkere huidskleur hebt. Dan wel, maar voor mijn huidskleur en als je lichter bent dan mij, pak gewoon de kleur 10 Light. Maar dit is echt een hele goede poeder. Hij maakt mijn gezicht goed mat en hij laat mijn concealer goed op zijn plek blijven. I love it. Hij doet ook gewoon niks raars of zo. En ik wil vandaag goed mat zijn, want het is 28 graden. Laten we even alles goed onderpoederen. Ook al heb ik een normaal tot droge huid. Nog steeds breng ik gewoon veel poeder aan. Want ja, mijn huid handelt 28 graden ook niet. En dan om te poedercontouren gebruik ik dit paletje van Revolution. Dit paletje gebruik ik sowieso echt bijna altijd. En dan deze kleur. En dan pak ik deze lichte roze kleur. En die breng ik nog extra heen. Aan hieronder om te verlichten en voor wat extra dekking. En dan ga ik wat fixing spray sprayen. Deze Max & More fixing spray van de Action. Deze is heel erg fijn om al je make-up in elkaar te laten smelten. En ja, dat alles er gewoon wat minder dik uitziet en zo. En mijn oorbel hier, die is er helemaal klaar mee. Die denkt, ik ga er vandoor. Ik ga nou even de onderkant van mijn ogen afmaken. Ik ga alle drie die kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik word gevideobeld. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, ik werd weer even gebeld. Ik weet niet wat het is, maar elke keer als ik midden in een video zit, word ik gebeld. Maar goed, terwijl ik werd gebeld, heb ik dus alle drie die kleuren ook hieronder aangebracht. En een beetje mascara en that's it. We gaan nou verder aan het gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. Ik gebruik als bronzer dit W7 Bronze Brilliance Palette in de kleur Medium Dark. En dan gebruik ik deze onderste bronzen kleur. En wat ik dan ook nog doe is dat ik deze kleur een beetje mix met deze glowy kleur. Want dan komt er een heel klein beetje een glow in mijn bronzer. En dat vind ik denk ik wel mooi. Als blush gebruik ik deze Heartbreakers Blush van I Heart Revolution in de kleur Inspiring. En dat is deze kleur. Dit is gewoon een matte blush en hij is best wel roze, maar I like it. En ik breng niet te veel aan. Normaal breng ik echt super veel blush aan. Maar nou even iets minder. Want de ogen zijn al heel heftig. En dan wil ik niet ook nog zo'n clown effect hebben op mijn wangen. En als highlighter dit highlighter paletje van MUA Cosmetics. Een van de beste highlighter paletjes die ik heb. Deze heb ik al zo vaak gebruikt. En ik mix altijd deze twee kleuren. Echt een amazing paletje. Betaalbaar en echt super super goed. Oké, bijna klaar. Nu nog de lippen. Ik gebruik mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil alweer. En ik gebruik deze matte soft cream van NYX Cosmetics in de kleur Abu Dhabi. En dan wil ik ook nog een lipgloss. Dus ik gebruik deze W7 Hot Shot Lip Gloss. Dit is een hele mooie nude kleur in de kleur Sweet Talk. En dan als laatste deze Make Me Lash Matte Setting Spray van de Kruidvat Collectie. En dan zijn we klaar met de look. Deze is bijna leeg, jongens. Oké, mensen.
mensen, dit was dan de look met allemaal betaalbare producten. Wat vinden we ervan? Ik vind echt oprecht dat je weer niet kunt zien dat ik alleen maar betaalbare make-up heb gebruikt. Al deze make-up is super, super goed. Ik ben ook echt heel blij met hoe mijn lippen eruit zien. Let wel op met deze W7 Hotshot Lip Gloss. Heel mijn lippen zijn nou een beetje aan het branden en zo, maar... het is nog oké. En ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. I like it. Let me know wat je vindt van de look. Vind je het mooi? Vind je het niet mooi? Dat kan ook. Laat me weten wat je vindt van de producten. Ik vind het altijd heel erg leuk om te horen van jullie. En ik vond het weer heel leuk om zo'n heftige look te maken. Want het is al best wel weer een tijdje geleden dat ik zo'n ooglook heb gemaakt. Dus ik vond het weer heel leuk om te maken. Dus ja, dat was het dan helaas weer voor vandaag. Ik weet het, het is altijd jammer als mijn video's klaar zijn. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!